Glenn, wat een race. Ja, het was een fantastische race en erg mooi om mee te rijden met de wildcard natuurlijk. En het was overal, over de hele race, was het, het was gewoon een te gekke race. En dan ben ik heel erg blij met die tweede plek, want de laatste ronde was even knijpen. Maar uiteindelijk, dan ga je als tweede ga je die bocht in en dan is het eigenlijk gewoon goed. Laten we die races oppakken. Hoe ging de start? Ja, start ging eigenlijk wel goed. Maar de eerste ronde, dan knallen al die jongens knallen erop. En daar was ik niet erg scherp, zeg maar. Maar uiteindelijk zag ik dat de kopgroep een klein gaatje had. Dus toen dacht ik van, we moeten nu wel naar voren, anders komen we er gewoon niet meer. En dus toen wou ik van hun afkomen. Maar ja, dat is natuurlijk wel lastig, want de slipsteam komen ze weer terug. En uiteindelijk heb ik weer de aansluiting gevonden bij de kopgroep. Dan vallen er nog een paar gaatjes, er vallen eigenlijk al door gaatjes. Maar met de slipstream, de Honda loopt gewoon goed op het eind van het rechtstuk. En dan kom je er weer bij, dus dat was heel erg mooi. En het laatste stuk zat je gewoon, had je aansluiting en was het gewoon de bij en eroverheen, of niet? Ja, ik merkte al in de race, maar dat de Honda van Ten Kate, die was op het eind was heel erg sterk. En dus ik ging als vierde ging ik het laatste rechte stuk op om terug naar de start-finish te gaan. En uiteindelijk kwam ik er overheen. Scott Roe kon ik dan net niet pakken. Maar ik denk dat ik een hele mooie prestatie heb neergezet. Misschien is dit wel het begin van een hele mooie carrière zo? Ja, ik denk dat we hier een mooi visitekaartje hebben afgegeven en staat goed op mijn sollicitatiebrief. Dus